Ja, het waren nogal afstanden. We moesten naar een militair hoofdkwartier van de Kopcon. Ik weet absoluut niet meer wat het betekende. Maar dat was toen een links-militair gezagsinstituut. Maar Eddie, die, ja, die was dan even over de rand heen. en wou hij grappig zijn. En hij vroeg steeds: Bent u van de popcorn? Ja. Ik zeg: Eddie, dat kan heel verkeerd vallen bij die mensen. Dat ze dat op, opvatten als een belediging doe dat nou niet oh ja nou maar waar is de popcorn dan zei die hou, nou. hou je er even buiten hè ik vraag doe je doe jij maar straks de foto's